De gemeente heeft een app ontwikkeld over het verhaal van Hengelo. In het programmaatje wordt de historische en hedendaagse architectuur en beeldende kunst belicht. Vanuit het programma Cultuur en Ruimte heeft de provincie subsidie verleend om dit verhaal te vertellen in digitale vorm. Hengelo is bekend geworden als metaalstad, maar heeft een boeiend verhaal dat zelfs bij eigen inwoners niet zo bekend is. Binnen de app zijn twee wandelroutes en één fietsroute beschikbaar, waaronder Trots op Tuindorp en de waardige wederopbouw. De wethouder van cultuur Erik Lievers legde de eerste officiële markeringstegel voor het verhaal van Hengelo. Dat deed hij samen met een aantal toneelspelers. De app is te downloaden in de App Store onder de naam Abel Live.